Mijn naam is Wouter Citeur, ik ben componist en sounddesigner. Ik ben hier onder andere om te netwerken. Maar even, ik wilde ook heel graag deze tentoonstelling zien en die had ik nog niet gezien. Dus ik kon het nuttig met het aangename combineren. Ik ben Jan Knaap namens het reclamearsenaal initiatiefnemer van deze tentoonstelling 100 jaar reclameklassiekers in de beurs van Berlage. En ik ga zo direct met een beetje uit de hand gelopen rondleiding. Ik geloof dat hier wel 100 mensen inmiddels rondlopen. De mensen hier toch een beetje zorgende ervaring aanbieden. Toelichten wat we hier zo al hebben hangen. En de boodschap van deze tentoonstelling is eigenlijk dat reclame meer is dan alleen commercieel gewin, zeg maar. En we willen nadrukkelijk ook aangeven dat reclame onderdeel is van ons cultureel erfgoed en ook persoonlijk erfgoed. En dat is de ervaring die we met de tentoonstelling iedereen hier willen aanbieden. Van bewegend grafisch beeld. Dus veelal voor tv, maar ook voor reclames. Maar ook niet bewegend grafisch beeld, ook huisstijlen en dat soort dingen. Die oude grafische affiches, die vind ik grafisch toch wel van een eigenlijk hogere kwaliteit dan wat je tegenwoordig veelal ziet. Ik denk dat ze zich veel beter weten te beperken tot de essentie. Dus de kunst van het weglaten, wat tegenwoordig vooral de opdrachtgevers niet zo goed kunnen. Omdat ze vaak 2, 3, 4, 5, 6 boodschappen tegelijk willen vertellen. En vroeger zie je toch dat mensen zich veel meer beperken tot één krachtige boodschap. Entertaining. Het verbaast me hoe goed ik de reclames eigenlijk nog ken van vroeger. Dus ik vind het echt super, super leuk. Een bijzonder goedenavond allemaal. Wij van het reclamearsenaal vinden reclame waard om bewaard te worden. Dames en heren, collega's uit de media, u krijgt vandaag een primeur. Het maakt mij niet uit of zij in bushokjes hangen of niet, er moeten meer abonnees bij. Kwalitatief onderscheidend publiek drama. En inspanningen die het publiek, let op, ons doel, ook ziet en ruimschoots bekijkt en waardeert. Sauer heeft gelijk, het is een kwestie van je gezond verstand gebruiken. Als het niet waar is, nou dan is het een verrassing. Leuker, persoonlijker en dus impactvoller. Dus adverteerders en redactie hebben elkaar altijd al heel goed weten te vinden. Ik vond het weer ongelooflijk plezierig, moet ik zeggen. Enorm blij met de opkomst. Niet alleen in de hoeveelheid mensen, maar ook de kwaliteit van de mensen. Dat is natuurlijk voor ons ook heel erg belangrijk. En ook weer voor de mensen die ons ondersteunen. We willen natuurlijk heel graag gratis blijven doen. Ik vond het verrassend leuk. Ja, ik vond het goede sprekers, onderhoudend. Terwijl ik kwam voor de tentoonstelling en het borrelen en het netwerken. Maar ik vond het bijzonder onderhoudend. Ik vind wel dat we af en toe wat meer mogen vertellen waar het echt om gaat. Dat er een verschil is tussen hoe de Nederlander erover denkt en hoe, zeg maar, iedereen erover denkt met een agenda. Wanneer is de volgende keer? Ja, dat weet ik eigenlijk niet precies, maar ik denk, eens eventjes goed nadenken, dat zou iets moeten zijn van, mei misschien, mei, april, mei.